Hey, hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 19 augustus. Ik heb gisteren een update video op YouTube gezet waarin ik zei dat ik heel graag terug wil gaan beginnen weekend vloggen. Het is dan wel vrijdag, maar het zou wel eens heel goed kunnen dat ik van deze dag een eendag vlog maak. En als het niet lang genoeg is, dan maak ik er nog steeds een weekend vlog van. We zitten in de auto. Allee, ik zit in de auto. Nico die is... moest iets gaan afleveren. Maar Otello, die zit hier ook. En die is helemaal wakker. Wij zijn nu een tussenstop aan het maken. Omdat Nico hier moest zijn. Maar we zijn onderweg naar Rijssel. Naar Leel. Het weer vandaag bij ons was slecht voorspeld. Dus ze hebben regen voorspeld bij ons. Het is ook een mega grijze dag. Dus we dachten, als het overal grijs is. Want we hadden verschillende steden opgezocht qua weersvoorspelling. Maar overal gaven ze slecht weer, dus het was niet echt de moeite om te gaan wandelen, of om te gaan zwemmen, of om naar het zeetje te gaan of zo. Dus we dachten, in Rijssel is een groot shoppingcenter met een Sephora. Ah! Maar is ook gewoon de binnenstad voor als het toch droog zou blijven. En hoewel dat ik in maart al in Rijssel ben geweest met de vrijgezellen van een van mijn beste vriendinnen, wil ik er sowieso nog eens heel graag terug naartoe gaan. Ik heb toen tegen Nico gezegd van, oh, dat is hier zo cozy en gezellig. We waren er natuurlijk al geweest, maar nog niet met Otello. Nog niet om te gaan wandelen met de wandelwagen. Dus ik had tegen hem gezegd dat ik het super graag nog eens wou doen. En vandaag is de dag dat we nog eens naar Rijssel gaan. Ik vind het super fijn dat ik de vlogcamera er kan bijpakken en dat ik weer kan beginnen vloggen. We hebben ons deze ochtend klaargemaakt. En we zijn helemaal happy, excited om weer een dagje weg te gaan. Otello die is er van bij, dat zei ik daarnet al. En ik zal ook misschien eens in beeld brengen hoe dat het met hem gaat op zo'n uitstapje als vandaag. Hij was deze ochtend iets later wakker. Normaal horen we hem rond 7:30, 8:00 al zo lichtjes chilpen. Hij weent nooit als hij wakker is 's morgens, maar hij maakt wat geluidjes en dat maakt ons wakker. Maar deze ochtend was het 8:45 als we hem uit bedje hebben gehaald, wat dat eigenlijk wel super was, want dan hadden wij rustig de tijd om ons te wassen, om ons klaar te maken, dus al dat soort dingen, dat hadden wij al gedaan voordat Otello uit bed kwam, dus dat was qua time management wel echt top. Maar dat wil dus zeggen dat hij zijn eerste voeding iets later heeft gekregen, waardoor dat we hem niet om 11:00 patatjes gaan geven, maar zo dadelijk rond 11:30, 12:00. Waarschijnlijk gaan we dat in Rijssel kunnen doen. Dus dat zou helemaal top zijn. En daarna is het een beetje hopen op een middagdut. Maar dat moeten we bekijken. Misschien zijn er te veel prikkels. Misschien doet hij nog een dutje in de auto. Dat gaan we allemaal bekijken. Maar goed, de intro is al lang genoeg. Dus ik ga stoppen met babbelen. Wij naar Rijssel. En ik neem jullie mee. Ik neem jullie weer helemaal mee deze dag. We gaan shoppen. We gaan wandelen. We gaan het allemaal zien in deze vlog. We zijn in Rijssel. We zijn geparkeerd aan het shoppingcenter. En we hebben hier nu nog een 12 minuutjes gewandeld richting een pizzeria. Waar we geweest zijn met de vrijgezellen. De hele groep meisjes hebben daar super lekkere pizza's gegeten. En ik wou er echt al heel graag terug naartoe gaan. Otello doet het heel goed. Die heeft in de auto een klein dutje gedaan. Dus die gaat zo dadelijk patatjes eten als we in het restaurant zitten. Dus helemaal goed. Ze hadden nog een plekje. We zijn bij papa Raffaella. En Otello heeft zo een keischattig stoeltje gekregen. We gaan hem patatjes geven. En dan zelf ook iets kiezen. Het ziet er hier trouwens super tof uit. Maar ja, ik had het hier al wel gezien. Italian food, here we come. Onze pizza was kei lekker. Ik vond het kei lekker. Nico ook. Otello was trouwens heel erg flink. Hij heeft op Nico zijn schoot gezeten terwijl we de pizza's kregen. Het was zo even bang afwachten, maar hij heeft dat mega goed gedaan. Het was er alleen heel erg warm, dus hij is nu enorm hard aan het zweten. Dus we hebben het daar niet meer te lang gemaakt omdat hij het zo warm had. En we zijn beginnen wandelen en we zijn hier aan een kathedraal gekomen. Die dat er wel mega grijs uitziet, maar die dat ik vorige keer tijdens de citytrip naar hier met de meisjes, met de vrijgezellen, die hebben we toen niet gezien, hoewel dat er super dichtbij onze Airbnb was. Dus dat is wel tof dat ik dat nu kan ontdekken. Maar voor de rest valt echt op hoe rustig het hier in de binnenstad is, dus wij gaan hier een beetje rondstruinen. Dat is trouwens de voorkant. Hij lijkt mij in de stellingen te staan, maar het zou ook zomaar kunnen dat dit het uitzicht is. Ik denk dat Nico eens naar binnen wil gaan. Neem de camera dan maar mee. Welkom bij mijn eerste vlog.
de kathedraal van Lille. We zijn hier door de oude stad aan het gaan. Hier hebben ze heel veel boutiques. We zijn ook net Louis Vuitton gepasseerd. En ik was mij aan het bedenken dat ik dus al op mijn kanaal een reisselvlog heb staan, waarin dat we meer toeristische dingen doen, ook een museum bezoeken en zo. Dus ik zal die hieronder linken voor als je meer over Rijssel zelf wilt zien, want dit is nu echt gewoon... Oh, veel volk, ik hoop dat je mij kan horen. Dit is echt gewoon een daguitstapje voor ons. Huppakee, een paar palmbomen en het is echt precies alsof we op congé zijn, wat ook wel een beetje zo is, maar... Oh, en dat zonnetje dat erbij komt. We hebben geluk. Nog geen regen gehad vandaag. Maar zie het uitzicht. I love it. En als je er hier ingaat, komt op zo'n rommelmarktje-achtig ding. Dat heb ik ook in de vorige vlog gedeeld. En wat wel nieuw is sinds die vorige Rijssel-vlog, is dat er hier een mega grote Sephora zit. Eerst was dat een kleintje ginder ergens. Maar nu is die naar hier verhuisd en die is mega groot. Nog een kleine Otello-update. Het is 3 uur en hij heeft nog geen oog toegedaan buiten een half uurtje in de auto. Hij associeert zijn... wandelwagen echt niet meer slapen en hij vindt alles ook super interessant, dus het is echt uitzonderlijk dat hij een dutje zou doen erin, maar we blijven hopen, want anders is hij echt al wel heel lang wakker en dan gaat dat niet zo fijn zijn in de terugrit naar huis. Kleine drankpauze voor hem en wij zetten ons ook eventjes neer. Er begint meer en meer volk op straat te komen. We zijn bij de Sephora al gestopt en ja, de zak is kei groot, maar dat komt omdat Nico een parfumdoos heeft gekocht. Ik iets van Fenty, maar dat zal ik misschien later thuis laten zien. En nu zijn wij richting de auto aan het gaan. Maar niet om naar de auto te gaan, maar om naar het shoppingcenter te gaan. Dat is daar vanachter bij het station. Ze hebben nu vergist van naam, maar bij de Starbucks een refreshing cool lime drankje gaan halen. Dus een verfrissende munt, limoenachtig drankje. Otello die krijgt honger, die gaat zo dadelijk een fruitpapje drinken. Nico een cappuccino en wij zitten hier even de voetjes te laten rusten, want het was wel even intensief buiten. En voor entertainment zorgt Otello zelf, want hij zit hier al 10 minuten met dat tekseltje op zijn hoofd, van zijn hoofd, keihard te amuseren. En in Rijssel hebben ze natuurlijk een mega Primark, maar nee, het is niet onze eerste. Stop, we gaan eerst nog snel bij de Adidas. Nico heeft zijn oog op schoenen laten vallen die hij nergens kan vinden, dus wij elke sneakerstore binnen. Hopelijk hier meer geluk. Voilà, fast forward naar de auto. Het is ondertussen 7:10 en wij hebben in het shoppingcentrum nog een beetje rondgewandeld. We zijn trouwens met regen vertrokken. We hebben de hele dag mooi weer gehad en nu regent het wanneer wij naar huis gaan, dus dat is ideaal. Maar we hebben dus nog wat winkeltjes gedaan. Een goed tripje bij de Primark geweest. En wie denkt dat ik de grootste shopper van ons twee ben? Niet, hè? Dat is echt niet, hè? Want Nico was 2 keer naar de paskamers gegaan om van alles te passen. Maar het zijn wel mooie dingen uiteindelijk. Maar ik was vandaag echt niet de grootste shopper. Ik zal later in deze vlog laten zien wat dat we mee hebben. We hebben dingetjes voor mij, jou en iets voor Otello. Ja, ik denk ook wel dingetjes voor Otello. Over Otello gesproken. Die is nog steeds klaar wakker. Die heeft dus van een hele dag... een half uur dutje gedaan in de auto als we er bijna waren en voor de rest wel happy geweest. Hij is niet lastig, niet geweend, alles was heel interessant om te zien en te kijken. Ik ben benieuwd hoe lang dat hem het nu gaat trekken, maar ik denk dat hij wel heel snel in slaap zal vallen. Dan geven wij thuis nog een flesje en dan is het bedtijd voor hem, dus dat is dan voor hem. Afronding van de dag en dan gaan wij thuis nog een beetje eten, chillen, want we hebben vandaag echt wel goed gewandeld. Ik voel het in mijn voeten. Het is nog een uurtje vooraleer dat we thuis zijn. Dus ja, ik check later terug bij jullie in. 5 minuten later en hij slaapt. En voilà, ik ga me hier gewoon comfy zetten om deze vlog af te sluiten. Ga ik gewoon eindigen met de shopvlog van wat we gisteren gekocht hebben. Het is niet genoeg om er een aparte video van te maken. En ik heb het gevoel dat het zo echt een complete vlog wordt. Een beetje jullie meegenomen naar Lille. Ook laten zien hoe dat we het aanpakken met ons babytje erbij. En dan de shopvlog als afsluiter van deze vlog. Lijkt me wel oké, denk ik dan. We hebben geshopt bij de Sephora en bij Primark. Bij de Sephora. We hebben een grote zak.
zak gekregen, maar ik heb voor mezelf maar één klein dingetje gekocht. Namelijk, ik ben helemaal geïnfluenced door de Instagram page van Fenty Beauty. Want naast Fenty Beauty heeft Rihanna ook Fenty Skin gelanceerd. En daarbij deze Fat Water. Dat is zo'n ultra hydraterende tonic, een toner. Ik heb in Italië zo'n Fenty Skin set gekocht waar dat de verschillende items in zaten. En ik ben die nu al eventjes aan het gebruiken. Ik vind die heel erg fijn werken. Dus ik denk dat dit een hele mooie toevoeging, aanvulling is op die routine. Heel erg benieuwd naar. Hij was iets of wat prijzig voor een tube van 150 ml, net geen 30 euro. Als het nu een wonderproduct is, dan heb ik het ervoor over. Maar voor nu ga ik het gelijk proberen. Hadden ze hem nu in een kleiner formaatje gehad, dan had ik de kleine formaat meegenomen. Maar het is deze geworden. Ook een heleboel staaltjes gekregen. Die zal ik zo dadelijk laten zien. En het grootste wat dan in de tas zit, is een cadeauverpakking van de geur Kenzo Homme. Kenzo Homme, hè, en français, zou de leerkracht zeggen. Dat ziet er zo uit. Je krijgt de flacon en dan twee maal de douchegel. Een van Nico's nieuwe favorite geurtjes. Er ligt zo'n flesje in de auto. Er staat er hier eentje. Hij heeft nu eentje extra. Dus dit is momenteel echt wel zijn go-to. Ik vind het ook een hele fijne, frisse, aangename geur. Want het is ook een geur dat mijn papa vroeger droeg. Dus voor mij is het een beetje ook wat nostalgie in een flesje. Maar ik vind het een hele fijne geur. Bleu de Chanel is trouwens ook een hele fijne geur. Daar hebben we een staaltje van meegekregen. Ik heb ook Lanterdy Givenchy staaltje meegekregen. Een Sephora foundation staaltjeskaart. En een Yves Saint Laurent All Hour Foundation in de kleur Warm Caramel. Klinkt niet als mijn kleur. Maar dat ziet er zo uit. Dan kan ik nu laten zien wat we bij Primark hebben geshopt. En zoals ik gisteren zei, het is echt wel wat voor Nico geworden. De zakken, ik heb de zakken helemaal nog niet uitgeladen. Dus het zal at random zijn. Deze hadden we vorige keer ook mee. Een zonnebril voor Nico. Deze als reserve voor in de auto. Want hij stond nu aan 2 euro in plaats van 4 euro. Voor Otello een heel simpel, zowat trainingsvestje. Achtige vest. Die was 6 euro. En we hebben heel wat t-shirtjes en zo in zijn huidige maat. En als het weer wat kouder begint te worden buiten, dan kunnen we hem gewoon een body t-shirt en dan deze vest aandoen. Zoiets is zeker niet verloren. En wil ik er ook wel in meerdere kleuren gaan halen. Al zat gisteren nu enkel de grijze versie. Dan voor Nico alweer. Is het fijn dat ik de mannenspullen laat zien? Misschien wel. Misschien hebben jullie mannen in jullie leven met wie jullie willen gaan shoppen of zo. Nico heeft een lichtbeige hemd meegebracht in zo'n geribbeld stofje. Die was 13 euro, dus echt wel heel goed van prijs. Hij had daar vorig jaar een donkerblauwe versie van en die hebben we nu in het lichtbeige. Winteritems, die waren er nog niet superveel. Hier en daar een paar jassen, ook bij de mannen een paar jassen, een paar truien. Het was nog niet echt voor puttige winter, maar zowel voor wanneer dat de herfstdagen eraan komen. En zo in diezelfde camel lichtbeige kleur heeft Nico een vest voor hem meegenomen. Die is iets of wat padded, niet super dik, maar ook niet super dun. Dus echt ideaal voor herfstige dagen. Was 27 euro. Die heeft ook zakjes. En de knopjes die zien er gewoon zo beige uit. Staat hem heel erg mooi. Valt niet bomber, maar valt wel heel mooi. Fit het ook niet, maar zo wat vierkant. Iets of wat stoerder. Dus ja, ik vind hem super mooi. En ook dat hij een kraagje heeft zonder een kapper aan. Vind ik heel mooi. Dus deze nam ik ook mee. Ik denk dat de kassierster wel de onderverdeling gemaakt heeft. Want ik vind alleen nog maar mannen-items. Hij heeft een... hoe moet ik het zeggen? Zowat een kostuumbroek meegenomen in het zwart. Maar die sluit hier van voor eigenlijk heel erg mooi. Het heeft zo'n boordje met een knopje. En hij stond in zonde van 10 euro. Kat in de zak. Is van 10 euro naar 5 gegaan. Nu, ik vind zelf 10 euro voor een kostuumbroek ook echt bijna geen geld. Het is een gewone, simpele zwarte. Met dan zo wel dat plooitje langs van voor. En volgens Nico, want ik ben niet mee naar de paskamer gegaan, viel die ook
heel mooi recht. Dus ik denk dat het zo wat een straight model is. Maar dus in de sale, daar kan je er nooit genoeg van hebben, denk ik dan. En zeker als ze zo mooi vallen, dan is 5 euro toch echt geen geld. En dan heeft hij ook een donkerblauwe variant mee. Die valt bovenaan iets anders. Maar ook hier zie je niet echt een knop. Deze is van 22 euro naar 10 euro gegaan. En dat is zo een navy blauw. Ik denk dat de belichting het hier niet zo goed gaat laten zien. En die is van onder een keertje omgeplooid. Dus twee mooie kostuumbroeken, twee basics. Daar kan je denk ik nooit echt verloren mee gaan. En ze stonden in de sale, dus dat is alleen maar top. Daarna vond ik bij de home afdeling, bij de Disney home afdeling, dit fotoalbum. Het is eigenlijk een heel 90s inspired printje, vind ik zelf. Het was 7 euro en ik ga gelijk de sticker eraf prullen, zodat die niet te lang daarop blijft plakken. En ja, het is een fotoalbum, dus je krijgt dan plekjes om foto's erin te stoppen en daarnaast ook tekst. Ja, ik zei het al in mijn vorige vlog, het lijkt zo'n beetje traditie te worden om toch zeker 1 keer in het jaar naar Disneyland te gaan. En hoe tof zou het zijn om dat dan aan te houden en van elke trip zo enkele fotootjes in dit album te gaan stoppen. En dan zo een evolutie door de jaren heen te hebben in een Disney-album. Ik denk dat dat wel heel fijn is om het eraan te zetten. Maar ook van in het verleden. Ik ben als kind zelf ook naar Disneyland geweest. Dus dat kan ik misschien ook in dit album gaan stoppen. En dan hebben we zo'n beetje een overzicht van ons in Disneyland door de jaren heen. Ik ben ook in het begin van mijn relatie met Nico naar Disneyland gegaan. Dat was 2015 of 16 of zo. Dus we go way back in Disneyland. En dat is heel fijn. Het lijkt me heel fijn om dat allemaal als herinnering in dit boek te gaan stoppen. En als ik dan toch zo wat bij de home zit, dan denk ik dat ik dit ook kan laten zien. Want deze lag ergens helemaal verloren. Ik denk dat ik er zo meer had willen meenemen dan één. Maar ja, het is er nu eentje geworden. Het is een teddy stof kubus mandje. En ik vond hem heel mooi. Hij past helemaal in de babykamer. Ik denk niet dat ik hem in de babykamer ga stoppen. Ik denk dat ik er een ander plekje voor ga zoeken. Maar deze kon ik echt niet laten liggen. Die was 4,50 euro. En die ziet er mooi uit. Die ziet er veel duurder uit dan 4,50 euro. Dus ik moest hem meenemen. En hij ging mee. Ik merk trouwens in de viewfinder dat jullie mijn stapel boeken kunnen zien. Ik, tijdens mijn afwezigheid op YouTube was ik wel aanwezig op social. En hashtag BookTok heeft mij helemaal in zich getrokken. En ik denk niet dat velen onder jullie dat weten, maar ik ben echt een boekenwurm geweest. Vroeger las ik zo goed als elke week wel een ander boek. En ik heb het echt over kinder/tienertijd. Ik was echt altijd met mijn neus in de boeken. Maar toen kwam een smartphone en social media en studeren en andere interesses. En dan is dat eigenlijk allemaal een beetje weggegaan. En dan zag ik BookTok en iedereen was light enthousiast over boeken. Ik heb er mij gelijk 5 gekocht. En ik ben al in eentje begonnen van Colleen Hoover. En ik zit gewoon al na dag 1 in de helft. Maar ik denk dat ik daar binnenkort wel een soort van boekenvideo over wil gaan filmen. Dus als er boekenwurmen onder jullie zijn en jullie hadden die stapel al gespot, van hier is dan mijn uitleg. Maar terug naar het shoppen, want is een Primark shoplog helemaal compleet? Horen jullie mij komen? Als ik niks van Marie bij heb. En het moet nu net lukken. Ik had trouwens helemaal... Ik was al heel lang niet meer naar Primark video's gaan zoeken of op hun Instagram geweest. Dus ik weet niet of dat de collectie al lang uit is, maar ik was alleszins heel erg verrast om te zien dat ze nu niet enkel dingetjes van Marie alleen hebben, maar dat ze de katjes er alle 3 bij betrekken. Hoe tof zijn deze pantoffels? Ik kon ze niet laten liggen. Ze hadden nog 1 maat, maat medium, en ze zijn zo al helemaal uit elkaar getrokken. Maar ik dacht, ze moeten mee. Ik kan niet anders dan dat ik ze meeneem. Ik weet zelfs niet hoeveel ze kosten. 8 euro. Maar ik kon niet. Ik kon niet anders. Als jullie mij kennen, dan weten jullie dat ik niet anders kon.
dan dit keihard in mijn mandje te stoppen. Dus deze ging ermee. En de paspop zelf had ook nog een pyjama aan van Marie. Maar heel het rek was leeg. Dus ik heb enkel... Nee, ik heb niet enkel de slofjes. Ik heb ook de sokjes. En de sokjes die lagen er ook bij. Je krijgt een flashy roze met een bossy Marie erop. Dan krijg je dan grijze met hier en daar de nootjes in kleur. En daar staan de drie poezetjes op. En dan het laatste is een iets of wat flashy groen. Met dan de drie katjes zo de achterkant. Met uw rugjes en niks op de voorkant. Dus die drie paar sokken kosten €4,50. Ah, ik had jullie ook gewoon de tekening langs achter kunnen zien. Maar goed, nu heb ik ze uit elkaar gehaald. Kunnen ze direct de was in. Dus dat als mijn Aristocatten fix voor deze... voor deze shoplog. Ik heb voor mezelf een rode hemd gekocht. En ook dit was eigenlijk een beetje meant to be, denk ik. Want het was de enige in een maat in de 30. Want alle andere maten waren 46 of 44. En dat is voor mij persoonlijk een beetje te groot. Dus het is een 34 geworden. €16. Iets duurder voor Primark. Maar jullie horen ondertussen de kat eten. Maar het stofje voelt echt mega fijn aan. Het is zo het stofje waarvan ik weet, ik hoef het maar te wassen en op een kapstok te laten drogen. En it's good to go. Het heeft vooraan twee zakjes, mooie knopjes en hij stond heel erg mooi aan. Dus deze zullen jullie waarschijnlijk in een van de volgende vlogs wel zien terugkomen. En het allerlaatste dat ik dan voor mezelf heb, of het allerlaatste dat ik deze shoplog kan laten zien... is een felgroene sjaal. Die kostte €7. En ik heb heel lang getwijfeld over deze kleur of een lila kleur. Maar ik had deze kleur gepast en ik vond hem er zo mooi uitzien. Dit is ook helemaal mijn kleurenpalet, zo van dat fel. Dat rood trouwens ook. Zo die felle kleur, die staan mij heel erg mooi. Dus ik dacht, het is uit mijn comfortzone. Ik heb zo nog niks, maar het gaat echt wel werken. Zeker met een zwarte outfit, maar ook met crème outfit zoals ik gisteren aan heb gehad. Stond dat heel erg mooi, dus ik ben heel blij dat ik een keer zo'n sjaal uit mijn comfortzone heb meegenomen. En dat die maar €7 was van mijn Primark. En nu ligt de tafel hier vol spullen en kan ik gelijk beginnen aan het opruimen ervan. Ik ga deze video hier afsluiten, dan kan ik hem nog bewerken en misschien zelfs morgen online zetten. Dus ja, ik hoop dat het een fijne video is geworden. Als je nog niet geabonneerd zou zijn, kom er dan gerust bij. Dat is altijd heel fijn om het aantal abonnees omhoog te zien gaan. En dan zie ik je graag terug in de volgende. Doei!